welkom bij deze nieuwe video, de eerste normale make-up tutorial van 2020. Vandaag gewoon een hele leuke zwarte glitter smoky eye. Echt, ik wil zo'n look al even een tijdje maken. En wat is nou beter dan het jaar beginnen met zo'n donkere, glitterige, heavy make-up look? Ik weet ook dat zwarte smoky looks zijn voor de meeste mensen echt een uitdaging. Ook gewoon voor mij, altijd als je gewoon met zwart werkt, is het gewoon altijd een beetje moeilijk. Zwart is gewoon de moeilijkste kleur om mee te werken qua oogschaduw, omdat het al heel snel een bende wordt. Het wordt al heel snel een panda look en ja, dat is niet wat men wil. Dus ik ga er gewoon vandaag weer helemaal voor. We gaan weer voor een full glam make-up look met glitters en zwart en ja, I like it. Let's begin. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik ga obvious beginnen. Met mijn ogen. Als jij een zwarte ooglook maakt en je begint eerst met je gezicht, dan you fear nothing. Dan heb je echt gewoon ballen voor lijf. Het paletje die ik ga gebruiken is de Royal Palette van Queen Tarsi. Echt een super super mooi paletje. Te koop bij Easy Paris. Kijk, de kleuren hoe mooi. Let niet op hoe vies het paletje is. Hij is vaak gebruikt en die heeft dus een hele prachtige zwarte kleur. Hieronder een matte zwarte kleur en heel veel bruinachtige kleuren. Dus hiermee kun je een mooie zwarte look maken. Maar de reden dat ik voor een zwarte glanzende look wil gaan is niet dit paletje, maar deze zwarte Pixie Liquid oogschaduw. Ik heb deze oogschaduw in een andere kleur in mijn Pixie make-up video getest. En ik had toen ook verteld dat deze kleur echt prachtig is en ik hem zeker nog een keer wilde gaan gebruiken. Kijk hoe mooi zwart glitterig dit is. Deze kleur is echt insane. Echt super mooi. En sinds de dag van die video heb ik al in mijn hoofd dat ik dit product echt wilde gaan gebruiken. Maar het kwam er maar niet van. Dus ik dacht 2020, een nieuw jaar. Nou gaan we hem gewoon gelijk gebruiken. Deze kleur is echt insane. Er zitten allemaal van die gekleurde glitters doorheen en zo. En ik wil deze hebben over mijn hele oogbal. Dus ik ga een combi maken van dit oogschaduwpaletje met deze Pixie Liquid oogschaduw. Om het echt super super zwart te maken ga ik beginnen met een zwarte base. Ik gebruik hiervoor mijn Maybelline Gel Eyeliner. Deze is gewoon zwart. Hij is wel een beetje uitgedroogd, maar ik doe er gewoon een beetje olie in en dan is hij weer goed. En deze ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid helemaal, want dan wordt alles extra goed zwart. Ik heb hier van de HEMA van de Bake Collectie een olie en die ga ik dan een beetje in dit shelletje doen. Twee druppels. Lekker zwart. Het hoeft niet echt heel perfect, want dit is toch gewoon alleen maar een base. Dan pak ik de zwarte matkleur uit het paletje, die heet Kate. En daarmee ga ik de base een beetje zetten. Dus ik breng gewoon die zwarte oogschaduw zo aan op de zwarte gel. Zodat het gewoon helemaal mat wordt en goed blijft zitten op de plek waar die moet zitten. Kijk, nou is hij helemaal zo zwart mat en hier is hij nog helemaal zo glanzend. Je ziet echt best wel goed het verschil. De zwarte kleur in dit paletje is echt geweldig. Echt super zwart. Ik gebruik bijna altijd dit paletje als ik echt ga voor een zwarte look. Want ik vind het gewoon echt belangrijk dat de zwarte kleur echt zwart is. Want anders verpest je de hele look. Dan wordt de look meer grijs dan zwart. En dat ja, is niet wat je wilt met een zwarte smoky eye. Zo, dan pak ik een kleine bullet kwast. En dan ga ik in de donkerbruine matte kleur, die heet Selma. En dan met die bullet kwast breng ik die kleur aan op de rand van de zwarte oogschaduw. Gewoon zo erin drukken. Zo, en dan met die kwast pak ik ook weer een beetje van de zwarte kleur, Kate. En daarmee ga ik heel rustig bij de randen blenden in die bruine kleur. Ik werk altijd echt stap voor stap. Een smoky eye is echt een gedoe, dus doe echt rustig aan. Zo, nou pak ik een grote fluffy kwast en nou ga ik echt blenden. Ik begin met deze hele lichte oranje kleur, Sophia, die is ook mat. En dan ga ik een beetje zo in de arcadeboog en dan gewoon zo blenden. Dan pak ik deze lichte bruine matte kleur. Of ja, licht, hij is niet heel licht, die heet Ariane of zoiets. En daarmee ga ik ook blenden. En dan pak ik deze donkerbruine kleur, Selma. En daarmee ga ik ook weer blenden. Dan pak ik ook een beetje van de zwarte matte kleur en die ga ik ook weer blenden. Een beetje bij de randen. En een beetje zo naar buiten.
Kijk, nou wordt alles zo mooi geblend en smoky naar buiten toe. Zo, nou is alles een beetje zo smoky-achtig geblend. Nou ga ik in met mijn Pixie oogschaduw. Oh my god, deze kwam in een set. Dit is, even kijken, ik ga het even goed zeggen. Dit is in een samenwerking met Mariam Maquillage of zoiets. En dit is in de kleur Starry Night. Super mooi. Dus die ga ik gewoon zo aanbrengen op mijn ooglid. Oh my god, zo mooi dit. Wauw. Oh my god. Oepsie. Oké, dat moet je dus niet doen. Oh mensen, kijk hoe mooi dit is. Dit is echt belachelijk. Gewoon belachelijk. Ik vind dit gewoon absurd. En dan een beetje blenden bij de randen. Oeh, ik vind het echt zo mooi. Oh my god. Dit is echt extreem glitter. I like it. Ik breng het ook best wel hoog aan, zoals je kunt zien. Want ik heb hooded ogen. Dus wanneer ik gewoon zo naar voren kijk, moet je het ook nog gewoon kunnen zien. Ook even aanbrengen bij de andere kant. Ik breng wel echt super veel aan. Je kunt ook gewoon een beetje zo met een kwast pakken en dan gewoon een beetje aanbrengen. Maar ik ga gewoon echt voor... fully glitter. Door dit product wilde ik überhaupt de hele look maken. Dus ja, dan breng ik wel gewoon lekker veel aan, weet je wel. Als mascara gebruik ik mijn Miss Lynn Lolita mascara. En als nep wimpers gebruik ik van Tati Wimpers, de stijl TL5. Dit zijn hele heftige volle wimpers. Die ga ik even opdoen en dan kom ik weer zo bij die terug. Nou, daar ben ik weer. Ik heb mijn wimpertjes op. Het is echt glitterig en smoky. I love it. Ik vind de glitter zo mooi. Ik hou echt van zulke heftige glitters. Oké, ik ga even beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht eerst primen. Ik gebruik hiervoor mijn NYX Do Me Up primer. Mijn make-up moet weer vandaag lang en goed blijven zitten, want het is vandaag oud en nieuw. Dus ik gebruik mijn Juvia's Place Fond du Teint in de kleur 620 Vs. Als concealer gebruik ik mijn L'Oreal Infallible Concealer. Ik gebruik de kleur Latte 331. Dit is echt een super fijne, matte, betaalbare concealer. Dus echt top. De kleur is een beetje donker, maar maakt niet uit. Hij is gewoon wel oké. En hij is bijna op, jongens. Oh my god. Ik ga een beetje veel concealer aanbrengen. En dan weer inblenden met mijn beauty blender. Als losse poeder om mee te baken gebruik ik mijn Biotuline Hydralon poeder. Deze is echt zo fijn, maar ook deze is bijna op. Alles is op, jongens. Ik begin het jaar met alles wat op is. Ik moet gewoon compleet nieuwe make-up halen. Dan ga ik poeder contouren met mijn NYX Contour paletje die ik al 840 jaar heb. En ik gebruik deze kleur. En dan ga ik beginnen met het contouren van mijn neus om die lekker smal te maken. En dan met mijn poedercontourkwast ga ik ook een heel klein beetje bij mijn wangen contouren. Maar ik doe daar altijd maar een heel klein beetje, want ja, er komt ook nog bronzer en zo. En ik doe ook altijd soort van contouren met bronzer. Dus ik breng altijd maar een heel klein beetje aan hier. Het gaat echt vooral om mijn neus. En dan ook de neuscontour uitblenden. Ik ben wel eens vergeten om mijn contour uit te blenden en toen liep ik gewoon op straat met zo twee van die strepen op mijn neus. Dan ga ik ook nog in met een pressed poeder. Ik gebruik mijn Benefit Hello Happy poeder. Dit is officieel een poeder foundation, maar ik gebruik hem gewoon voor onder mijn ogen om het een beetje te verlichten. Ik heb hem in de kleur 2, dus een mooie lichte kleur voor hieronder. Dan druk ik het nog een beetje zo hier extra in. En dan ga ik ook een beetje over mijn contour heen om die een beetje extra in te blenden. En dit doe ik echt altijd. En dan niet te vergeten, absoluut MAC Fix Plus. Want dit zorgt ervoor dat alles niet poederig wordt. Gewoon mooi in elkaar smelt. Ik voel me echt net zo een emo. Zo met al deze zwarte vibes en mijn achtergrond is allemaal zo emo. Ik weet niet waarom, maar ik ben vandaag voor een hele emo vibe gegaan. En dan ga ik verder met mijn ogen. Ik doe even een zwart oogpotlood in mijn waterlijn. Ik gebruik die van Huda Beauty. Die heeft een zwart oogpotloodje kant en die is echt geweldig. Ik heb hem ook al gedaan in mijn waterlijn hier bij mijn wimpers. En nu doe ik hem ook zo op de onderste waterlijn. Dan weer uit mijn paletje pak ik weer de zwarte matte kleur. Deze onderste. En die ga ik helemaal smoken hier op mijn onderste wimperrand. Waterlijn wimperrand. Ja? Ja, ik zou een broodje van de Delphia meenemen. Oké. Okay.
Ik sta toch even een half uur in de rij. Oké, zo. Bedankt. Ja, doei. Oh, dat was mijn moeder. Ze wilde een broodje frikandel meebrengen voor mij. Zij gaat altijd naar de Marokkaanse bakker. En die heeft echt de meest lekkere frikandelbroodjes ever. Oh my god. Ik ga die zwarte lijn ook uitsmoken met deze bruine kleur. Dit is ook een matte kleur. En dan ook weer een beetje mascara op de onderste wimpers. Oké, nou dan ga ik mijn gezicht bronzen met mijn MAC Give Me Sun. Mijn old school bronzer. Als blush gebruik ik ook een blush van MAC. Dit is in de kleur Peaches. Als highlighter gebruik ik dit Revolution paletje in samenwerking met Sove. En ik mix altijd gewoon een beetje al deze drie kleuren met elkaar. Deze, deze en deze. Oh nee, wacht, ik lieg. Ik mix die twee kleuren met elkaar. Dit paletje is zo betaalbaar en zo ontzettend mooi. I love it. Dan nog de lippen. Deze liquid oogschaduw kwam dus in een set met een mat liquid lipstick. Dus het leek mij wel leuk om dan die te gebruiken. En ik vind hem ook echt super mooi. Dit is een mat liquid lipstick in de kleur Passion Nude. Dit is echt een van mijn favorite nude kleuren. Ik vind hem echt fantastisch. En ik combineer die met lippotloodje Sweet Tea van Morphe. Kijk hoe mooi deze lipkleur is. Amazing. Dan als laatste als fixing spray gebruik ik mijn Dewy Setting Spray van NYX Cosmetics. En dan zijn we klaar. Dit was dan de eerste officiële make-up tutorial van 2020. Ondanks dat ik hem maak op de laatste dag van 2019. Maar dat maakt niet uit, want hij komt pas over een week online. Ik vind de look heel leuk. Ik ben normaal niet echt van de zwarte heavy ooglooks. Omdat ik al een vrij zwart persoon ben. In de zin van zwarte haren, zwarte wenkbrauwen. Mijn kleding is ook altijd zwart. En ik vind me dan toch altijd wel snel een beetje emo, gothic-achtig. En dat is niet echt de look waar ik voor ga. Maar ik vind het wel echt heel erg mooi. Deze liquid oogschaduw, amazing. Kijk hoe heftig. Je kunt het ook minder aanbrengen, dan is het minder heftig. Super mooi. Deze set met de lippen combo erbij, echt amazing. De lipstick, amazing. Ik vind het echt wel heel erg mooi. Ik ben ook heel blij met de look. En ja, dit wordt gewoon mijn look voor vandaag. Dit ga ik wel vandaag ophouden tot 12 uur 's nachts, totdat het officieel 2020 is. En ik ben blij dat ik nou eindelijk deze liquid oogschaduw heb kunnen opdoen. Oh mijn god, ik wilde het echt al weken. Nou, ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Ik hoop dat iedereen de look mooi vindt en er iets aan heeft gehad. Een zwarte ooglook maken is niet heel makkelijk zoals je hebt gezien. Ik ging heel vaak op en neer met kleuren, met kwasten. Het is heel veel blenden en gedoe. Maar uiteindelijk heb je gewoon een mooie zwarte smoky ooglook. En ik ben er blij mee. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om makkelijk te kunnen abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!